Welkom bij Create Send, nieuwsbrieven zonder omkijken. In deze tweede instructie screencast laten we je zien hoe je een nieuwsbrief edit. Als je een template voor je neus hebt staan, kun je beginnen met het vullen van de e-mail met tekst en afbeeldingen. Als je op een potloodje klikt, verschijnt er een speciaal edit schermpje waarin je tekst toe kunt voegen of plaatjes in kunt voegen. Dat zie je boven in beeld. Hier zie je hoe ik een paar woorden verander die er in de tekst staan. Als ik daarmee klaar ben, druk ik op Save om de tekst op te slaan. Zodra je dus een potloodje ziet, weet je dat dat element te bewerken is. Dat zie je bijvoorbeeld hierboven, bij de header. Ook daar klik je op het potloodje als je daar andere tekst wilt invoegen. Als je een template hebt met een inhoudsopgave en je verandert de titel van een artikel, zie je die titel ook meteen in de inhoudsopgave veranderd terug. Alles wat je in het editveld aanpast, zie je direct terug in de echte nieuwsbrief. What you see is what you get. Klik nu op Insert an image om een afbeelding toe te voegen. Vervolgens kun je gewoon op de bekende manier in je computer zoeken naar het plaatje dat je wilt invoegen. Klik op Save. En klaar ben je. Om een heel nieuw artikel toe te voegen, klik je op Add Item. Het artikel krijgt natuurlijk zijn eigen kop en ook die verschijnt weer vanzelf in de inhoudsopgave. En je knipt of plakt de tekst, of schrijft de tekst, rechtstreeks in de nieuwsbrief. Overigens, als je knipt en plakt uit een Word-document, dan krijg je een scherm te zien waarin je dat kunt doen. En dat verwijdert dan de opmaak uit dat stukje knip- en plakwerk. We gaan nu een link toevoegen. Zet er eerst wat tekst neer. Dan selecteer je het stukje tekst dat je wilt linken. Op deze manier. En klik op het symbooltje. Er opent zich een nieuw venster en daar vul je de link in. En je klikt op OK. Ook dan weer gewoon op Save klikken om te bewaren. En je ziet in de tekst nu de link staan. Dit was het tweede deel in de serie Nieuwsbrieven maken en versturen met Create Send. Ik zie je graag terug bij deel 3, ontvangers selecteren. En een testmail versturen.